6 TV. Liesje, we staan hier bij Lies de Jonge in het Plopsaland. Vandaag is het Miss België 2015. Aan een paar mensen gaan we vragen een korte pronostiek. Ja. Vraag een pronostiekje van jou. Mijn favoriete is Annelies Torres. Zij is Miss Antwerpen. Ik vind ze zeer vlot. Ik vind ze ook zeer groot. Misschien maken we dan een beetje meer kans met Miss Universe. Dat is ook heel mooi. Dus ik hoop echt terecht dat zij wint. Dus jij denkt Annelies Torres? Ik hoop het alleszins. Oké, we zullen zien straks na de show. Dankjewel, Liesje de Jonge. Dag. We staan hier naast Brigitte Callens. Jij was ooit Miss België. Vanavond is de finale Miss België 2015. Aan een paar BV's een bekende ex-Miss België vraag. Een kleine pronostiekje voor de show. Het is heel moeilijk om dat te zeggen, Dirk. Ik mag dat eigenlijk niet doen. Alle meisjes verdienen eigenlijk voor mij de gelijke kansen. En ik wil ze eerst graag eens op het podium zien. Ik wil ze horen praten. Ik wil ze zien. Ik wil zien wat ze in zich hebben. Welke persoonlijkheid. En dan komt er een pronostiek. Welke eigenschappen moet een Miss België hebben? Miss België is vooral een uitstraling voor haar land. Dus ik vind het heel belangrijk hoe ze tegenover de wereld staat. Hoe haar hart open staat voor goede doelen. En niet enkel de schoonheid telt. Vooral wat onder de schedelpan zit. Dat is belangrijk. Dat zijn mooie woorden. Brigitte en Mark, ben de tel kwijtgeraakt. Er zijn zoveel jaren. Wanneer was jouw kroontje? Welk jaar heb jij toen je kroontje gewonnen? Ik weet het niet meer. Zeg het een keer. Wel, we zijn nu 2015 en ik ben gekroond in 1999. Dus dat is 16 jaar geleden. 16 jaar. Ja. En je straalt nog altijd. Dankjewel, Brigitte Callens. Dank je. Je moet altijd zeggen, wat zijn ze groot. Je hebt net de schoentjes uitgedaan voor onze kleine reporter, Silo. Ja. Welkom hier in Plopsaland. Vandaag is de grote finale Miss België 2015. We stellen een paar BV's graag een pronostiekje. Je moet niet, maar je mag. Wel, ik heb nu nog maar deze avond gekeken naar de foto's van de meisjes. En op een foto, ja, je kunt er niet echt op afgaan. Maar ik ben toch wel fan van nummertje 29. Ik dacht Annelies Torres of zoiets. En dan nog Anastasia. En de achternaam weet ik niet meer. En het donkere meisje, het zwarte meisje. Ach, ik denk, haar achternaam is Bola. Ja, maar kan, het is een pronostiek, dus ja, we zien wel. Ja. Maar dat is mijn top 3. We staan hier bij Harry van Olga. Ze is er niet bij, Harry. Het is vandaag Miss België 2015, de grote finale showavond. Heb je al een pronostiekje? Ja. Jij bent toch de vrouwenkenner, hè? Wel, ik zie dat graag, hè. Ja. Maar om eerlijk te zijn, ik kan eerlijk zijn. Ik kan mijn hart laten spreken. Ik kan echt mijn eigen mening geven. Ja. Niet beïnvloedbaar en geen corruptie. Echt recht van het hart. En ik heb vanaf nu in 2015, ik heb dus 4 liefdes, hè. Ik heb mijn gras, ik heb Olga, mijn spek. En ik heb de papegaai. Ja. Dat is mijn vierde liefde. Hè. Dus we krijgen van jou geen pronostiek? Nee, straks. Mooi antwoord. Dankjewel, Harry. Oké, graag gedaan. Mooi. Alizé Polizic, je hebt zo'n mooi kleedje aan. Vertel een keer meer. Over de kleedje? Ja, dan zal ik de micro vasthouden, schat. Ja. Voilà, vertel eens iets meer over jouw kleedje. Zo mooi. Een kleedje van Nicolas Kotschat. En voilà. Want vanavond is de grote finale avond, Miss België 2015. Weet jij nog jouw tijd toen je Miss België werd? Goh ja, dat was in 2008. Dus dat is al een tijdje geleden. Oh, dat is al een tijdje geleden. En ja, dat was in Antwerpen bij mij. En ja, dat is leuk. Dat is al een paar jaar dat ik ben hier niet meer gekomen voor de finale. En dit jaar terug. En ja, dat is zo een beetje emotioneel om hier terug te komen en de sfeer te zien, alle die sponsors, de mensen, de mensen van de organisatie. Dat is wel leuk, dat is altijd zo'n leuke sfeer en ja. Ik zie het, je straalt, you're happy dat je er terug bij bent. Ja, en dat is ook leuk om de meisjes te kunnen steunen en ja, dat verandert. Ja. Dat zal een van de meisjes, zal haar leven veranderd zien. Ja. Heel kort, slotvraag. Pronostiek, heb jij een bepaald favorietje? Gewoon. Je moet het niet zeggen, je mag het zeggen. Haha. Dus niet. Ja, ik
ik heb die meisje nog niet gezien. Allee, gewoon op foto's, dus dat is heel, heel moeilijk. Ik heb wel een paar, twee, drie zo die wel uitstralen op de foto's. Dus we zullen zien. Oké, we zullen het straks zien. Dankjewel, Olivier Polijek. Oké, we staan hier bij Gert Verhulst. Gert, Plopsaland, Miss België, een rare combinatie. Maar het is het tweede jaar op een rij. Graag een reactie. Ik zou niet weten waarom het een rare combinatie is. We proberen hier in Plopsaland met de zaal. Een prachtige zaal is uniek in Vlaanderen. Een nieuwe showbiz tempel uit de grond te stampen. En vorig jaar zijn we aardig in gelukt om een aantal grote namen naar hier te krijgen. En in de toekomst gaat dat zeker nog gebeuren, zodat de mensen hier in de Westhoek ook een plek hebben waar ze grote nationale en internationale acts kunnen bekijken. Of grote en belangrijke evenementen kunnen bijwonen. Miss België is er zo een van de sportpersoonlijkheid van het jaar, hebben we onlangs hier gehad. Dus helemaal geen rare combinatie. Wat betekent voor jou Miss België? Het meisje zelf, Miss België. Maar ik denk dat de Miss België toch nog altijd iemand is die in België een bepaalde uitstraling heeft. Het is toch iemand die ons land zal vertegenwoordigen op verschillende evenementen in het buitenland. Dus ik vind dat nog altijd een belangrijke titel. En het is toch altijd iets wat veel mensen bezighoudt en wat veel mensen toch interesseert, denk ik. Dit waren mooie en wijze woorden van Gert Verhulst. Dankjewel. Ik sta hier naast Olga van The Sky is the Limit. Dag, ja. Olga, welkom. Ja, dag Dirk, dankjewel. Op de grote finaleavond Miss België 2015. Het is voor jou de eerste maal. Ja, dat is de eerste keer voor mij. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, een paar maanden geleden zijn wij op Miss Antwerpen geweest en het was wel schoon. Ja. En toen was daar ook al een Miss Antwerpen, Annelies Torres. Zij doet vandaag ook mee. Ja, ja, ja. Nu ga ik de tweede vraag stellen. Heb jij een bepaalde pronostiek, een favoriet? Wel, eigenlijk Annelies is mijn favoriet. Hè? Maar ik wil jou niet warm maken hoor. Ja, Miss Antwerpen is mijn favoriet en Anastasia, nummer 25, is mijn tweede favoriet. Zij is van dezelfde stad als ik, dus ja, ik ben benieuwd. Hè. Weet jij welke eigenschappen dat een Miss België moet hebben? Wel, zij moet elegant, mooi, slim zijn en natuurlijk presenteren de mooiste vrouw van het land. Hè. Ja. Excel, ja. Een andere wedstrijd, Miss België 2015. U zat vandaag in de jury. Ja? Net de uitslag gezien, de nieuwe Miss België is Annelies Torres uit Antwerpen. Graag een reactie. Oh, het is een mooie experience voor mij en het is mijn Miss België voor mij in de jury. Zo, ik ben heel tevreden, ja. Dat is van jouw favoriet? Het is mijn favoriet, ja. Ik sta hier naast Barbara. Ja. Wow, I'm happy. Ja, me too. Hoe is het met u? Goed. Hey Barbara, we hebben jou al een paar keer gezien op Miss België. Het is niet de eerste maal dat jij in de jury zit van Miss België. Vandaag is het Miss België finale 2015. Net hebben we de nieuwe Miss België gezien.
Was het voor jou een verrassing? Nee, het was geen verrassing, maar ze zat bij mijn favorieten. Maar ik moet wel zeggen dat de show en het spektakel, dat was wel een verrassing. Want ik heb hier ook in de jury gezeten over 3 jaar in Knokke. Maar vanavond was het echt wauw. Echt waar van begin tot einde. Die intro was spectaculair. Het licht, de show, de dansers, de kostumen. Het was, ik weet niet wat er gebeurd is dit jaar, maar echt, Darlene, chapeau. Echt waar. Ja. Ik denk niet dat het echt een verrassing was dat Annelies won. Ik zag hier wel aan tafel verdeelde meningen over wie op de derde, tweede of eerste plaats. Maar laten we zeggen, tussen alle juryleden en de sms'jes die ik van iedereen gekregen heb, dat de top 5 voor iedereen ongeveer hetzelfde was. Was zij ook een beetje jouw topfavorieten? Annelies was één van mijn favorieten. Ik moet zeggen dat zij aan mij was opgevallen tijdens de persconferentie in oktober die ik heb mogen presenteren. Maar ja, door de filmpjes die ik gezien heb en het feit dat ik hier al heel de dag ben geweest, had ik zoiets van, oh verdorie, en die en die en die. Dus ik ben gewoon keihard beginnen twijfelen. En ja, mijn hartje ging ook nog uit naar 2, 3 andere toffe madame. Mag ik jou eerst feliciteren? 3 zoenen. Mag ik jou 3 zoenen? Het is... Maar ik denk dat dat niet voor het nieuwe jaar is, hè? Nee, ik denk dat dat voor ons mis is. Maar het is geen Abiltura ooit zong. Je hebt het straks nog gelezen op Facebook. 10 jaar later, een bepaald liedje. Ja, echt. En het is 10 jaar later, na LMP3, eindelijk, mee mogen we zeggen, eindelijk. Want je ogen glinsteren. Oh, een nieuwe Miss België. En we hebben zwaar geboomd, dat heb je ook gezien. Ja, nee, ik ben echt heel content. De beginjaren, toen ik Miss Antwerpen werd, hadden we redelijk veel missen die de prijzen vielen. Hè. Denk maar aan Dina en Zoe en Ellen en Anne en zo. En dan werd het 10 jaar even wat minder, een beetje stiller. Maar ik ben kei content. Hier konden we bijna niet naast kijken. Hè. Hoe is Annelies Torres? Wie is Annelies Torres? Annelies is een heel gemakkelijk meisje om mee te werken. En ik denk dat haar sterk punt is, want ze straalt altijd. Die lacht altijd. Alles is goed. Die doet me niks moeilijk. En ik denk dat dat haar sterkte is. Dat ze een schoolkind is, ja, bon, daar kun je niet naast zijn, hè. Dat is evident. Maar het is dat stralen en die lach altijd. Hè. Dat is een happy face, dat is leuk. Eerste eredame vanavond op de finale Miss België 2015. Tevreden? Fantastisch, echt. Het was een super, super, super spannende finale. Voor mijzelf ook. En ik ben eerste eredame Miss België geworden. Maar en plus heb ik ook nog de titel van Miss World Belgium gewonnen. Dus ik mag eigenlijk België vertegenwoordigen op de verkiezing van Miss World. Dat wordt sowieso een enorme, unieke ervaring. Anissa heeft het dit jaar ook al gedaan als eerste eredame. Dus ik kan zeker en vast mooi in haar voetsporen treden. Ik ben echt enorm benieuwd. Traantjes in de ogen, Laurence? Goh, traantjes in de ogen. Ik heb een heel mooi jaar gehad. Natuurlijk heel veel mooie ervaringen. Het is eigenlijk zoals een diploma ontvangen. En het belangrijkste is dat ik nu met dat diploma iets doe met de contacten naar volgend jaar toe. En dat is voor mij belangrijk. En Miss België is een titel die je natuurlijk voor altijd draagt. Wat was voor jou een mooi en bewogen jaar uiteraard. Maar natuurlijk, de fakkel wordt nu vandaag overgegeven aan een nieuwe Miss. En nu is de Miss uit Antwerpen. Klopt. Een terechte finaliste, een terechte winnares. Toch wel. Er waren heel veel potentiële Miss Belgisch vind ik eigenlijk, maar ik vind daar terecht. Er kan er maar eentje uitkomen, hè? Voilà, er is maar één die kan winnen. Helaas is een wedstrijd en blijft ook een wedstrijd. Hè. Antwerpen boven. Annelies, dikke proficiat. Dank je. Het is geen Abiltura ooit zong, maar 10 jaar later, 10 jaar later. Yeah. En het is eindelijk zover. Miss België 2015. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Je was niet een absolute topfavoriete. Ja, maar toch dan nog. Je weet nooit wat er stress en zenuwen gebeuren. En stress en zenuwen natuurlijk. Dus, you're happy? Ja, heel gelukkig natuurlijk. Wat gaat er nu verder gebeuren? Heel kort, heel kort. Ja, vandaag of... Vandaag, morgen, heel kort. Ja, vooral denk veel interviews vandaag en foto's maken. En veel opdrachten het komende jaar, waar ik zeker naar uitkijk. Oké, ik zou zeggen, we wensen jou veel succes. En we zien elkaar zeker nog.